tijd om de duidelijkste kaart van de kreek te maken die ooit getekend is. Opbokken, Crack. Alexis en ik moeten een presentatie maken voor het vak literatuur. Ik heb zo'n sterke mening over de woeste hoogte. Anders ik wel. Maar ik ben hier even met iets heel belangrijks bezig. Oh, zo belangrijk dat je stiften moet gebruiken die naar appeltjes ruiken? Dat is munt. En ja. Broertje, inpakken en wegwezen. Tijd is geld, Crack. De beurs begint vandaag weer met verlies. Waarschijnlijk ik denk dat je je portfolio moet diversificeren. Komen. Geen pijn, geen strakke lijn. Pap, je laat een jongen die nergens kan tekenen toch niet in de steek? Of wel soms? Nee, natuurlijk mag je hier je ding doen. En nu gaan we op volle kracht. Als mijn huis geen thuis is, is de kreek nog wel de kreek. Het voelt als een kriebelige hoofdpijn. Ik train Mortimer om de hersens van mijn vijanden uit hun schedel te pikken. Ik voel me er nu niet meer zo lekker bij. Hey, wat ben je aan het maken? Ik maak een gedetailleerde landkaart van alle plekken waar bijzondere dingen gebeurd zijn. Oeh. Hier is de Sleerijkberg. Daar is Michelle Chin 3 tanden kwijtgeraakt. Oh, ik ben er daar ook eentje verloren. Het was, hoe heet deze ook alweer? Mijn verstandtan. En het mysteriewagentje. Lisa Kowalski vond daar een vreemd wagentje van een boodschappenketen waar niemand ooit van heeft gehoord. Harbingers? Daar zou ik nooit van mijn leven proviant kopen. En David's diepe gat. Daar is David Brenneman op een dag ingevallen. Blijkbaar zat zijn hele broek onder de modder. Zoveel kinderen hebben al legendarische dingen meegemaakt in en om de kreek. Was ik maar een van hen. Hé, hey, wat moet deze lege plek voorstellen? Het lijkt op een leeg gebied in het midden van het brandnetelveld. En voor zover ik weet, is er nog niemand in het midden van het veld geweest. Tot nu dan! Ik wil vuilniszakken, plakband en zoveel mogelijk huidverzorgende crème. Gaan we regelen. Als we erachter komen wat er in het midden van het veld is, kunnen we onze namen ook op die kaart zetten. We worden legendarisch. Legendarisch? Dat ziet Kelsey wel zitten. De kinderen van de kreek zullen nog jaren spreken over haar heldendaden. Legendarisch. Wel bizar dat wij de eerste zijn die helemaal het veld ingaan. Ik weet wel hoe je de brandnetels moet doorstaan. Niet aanruiken. Gaan jullie serieus het brandnetelveld in? Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Alle kinderen die dat veld in geweest zijn en eruit komen, zijn zelfs voor hun ouders onherkenbaar. Legendarisch worden is nou eenmaal niet eenvoudig. Maar je bereikt helemaal niets als je nooit een risico neemt. Met risico's. En nu naar het brandnetelveld. Vierkante meter tot een nok dichtgegroeid met brandnetels. Het enige dat tussen ons en een enkeltje naar het ziekenhuis staat, is niets meer dan een dun laagje vuilniszak. Mama zei dat ik geen ziekenhuisbezoekjes meer over heb. Hiermee vinden we de weg weer terug, dus goed vasthouden. Het is tijd om geschiedenis te schrijven. Voorzichtig. Ga lekker aan de kant! Wauw, wat is het hier stil en vredig. Daardoor zou je bijna vergeten dat we omringd zijn door de gevaarlijkste planten in het universum. Geen zorgen, we moeten gewoon aldoor blijven opletten. Help! Ik zit vast! JB! Oké, Kelsey, nu het plakband. Het spijt me, jongens. Ik heb de missie in gevaar gebracht. En alleen maar omdat ik dacht dat ik in de verte een schelp zag liggen. Maar ik heb mijn lesje geleerd. In de verte ligt geen schelp. We zijn nu 6 achtertuinen diep in het brandnetelveld. Waarom meten mensen dingen eigenlijk in meters? Achtertuinen is toch veel logischer? Jongens? De lijn is vast komen te zitten aan een dak. Geef niet, dan moeten we straks de kaart gebruiken om terug te komen. Kelsey stond erbij en keek wantrouwend. Een ongelukje is natuurlijk niet uitgesloten. Maar Kelsey's verfijnde krijgervoelsprieten voelde iets verdacht. Kelsey!